Zeg je? Ik vroeg dat net, die zei ja. Kijk hoe schattig dit is geworden. Dit heb ik gisteren gekocht. Hoi allemaal en welkom bij een nieuwe video van mij. Een nieuwe Ramadan vlog. En wat ik even wilde zeggen is, vandaag is het vrijdag. We zijn één dag, oh mijn god, 1 week verder met de Ramadan. Eén dag voor mij. Het voelt als één dag. Hè? Het voelt als één dag. Nee, het is echt snel gegaan. En Moes en ik gaan nu lahmacun maken. Lahmacuns maken, dat is Turkse pizza's. En wij gaan het gewoon helemaal vanaf de basis gaan wij het lekker maken. Box. Trots op ons. We hebben wel vaker lahmacun samen gemaakt. Dus dat komt wel helemaal goed. Ja, ik ga niet uitgebreid, want dit is geen kookvideo. Dus ik ga niet uitgebreid jullie alles laten zien. Dus vanaf dit moment wordt alles versneld. Sorry daarvoor, maar onder deze video post ik wel het recept. By the way, deze recept heb ik gekregen van Simge. Dat is een vriendin van mij. En ik heb ook wel eens met mijn schoonmoeder lahmacuns gemaakt. En dat is eigenlijk precies hetzelfde recept. Dus yes, let's do this. Let's go. Let's go. Dit net zien aan Moes. Ik zei tegen Moes, wat denk jij dat dit is? Wat zei jij? Misschien om die, wat je in die lahmacun doet, op die deeg, dat je hem zo smeert. Nee. Ja, maar nu weet ik het toch? Wat is dat dan? Dat je die deeg, zeg maar. Oh, hoe weet je dat opeens? Zei je toch? Zeg je dat? Ja. Ik vroeg dat net, die zei ja. Maar, oh mijn god, zo dom. Je hebt maar ik had eerst fout, ik dacht dat je die ding smeert. Ja, wat zei je daarna? Je zei eerst om te smeren en daarna? Je zei nog iets. Ik zei om die deeg, zeg maar, los te halen van een andere deeg. Ja, zeg klopt, maar, een rondje klopt. Als je zeg maar zo'n bolletje maakt, kan je zo... Oh, nou, ik ben een soort van aan het vliegen. Je hebt honger daarom. Ja. Valt wel mee. Ik heb echt honger. Heb je honger? Dat zeg jij in iedere vlog. In iedere vlog zat ik heb echt honger. En ik zeg in iedere vlog, nou valt wel mee. Echt typisch jongen. Dat is, verschil moet er zijn jongens. Harda, ga je ook meedoen met de Ramadan? Wil je ook 1 dag vasten met mama en papa? Nee. Nee? Niet? Nee, je bent nog te jong hè. Maar ik ben nog maar 4 jaar. Ik ben te jong. Nou jongens, wij zijn begonnen met lahmacun maken. Moes die smeert ze in met de gehaktvulling. Dat is de makkelijkste. Nou, we hebben net een pakketje ontvangen. Een beetje laat. Maar maakt niet uit. Beter te laat dan helemaal niet. By the way, dit is niet te laat door het bedrijf hoor. Maar door te laat door mezelf. Doordat ik zeg maar te laat heb besteld. Ja, ik zie het er dan. Het is allemaal voor Ramadan. Ben je blij, Arda? Ja. Ja? Kijk hoe schattig dit is geworden. Ik vind dit echt heel leuk. Jongens, dit moeten jullie echt kopen. Alsjeblieft, ga naar de Turkse winkel op en koop deze. Gewoon van dit merk. En dan zo met die 2 vullingen aardbei. Volgens mij is dit nieuw. Ik heb dit nog nooit in Turkije gezien. Ook niet in Nederland.
En ik kwam dit paar dagen geleden tegen. Normaal koop ik wel altijd deze. Ook van dit merk, zeg maar. Met witte vulling. Maar ik had deze combinatie had ik nog nooit gezien. Het is echt super lekker. En het is mega dik. En echt heel luchtig. En super lekker. Te koop bij de Turkse winkel. Nou, eerlijk, hoe lekker zien onze lahmacuns eruit. Het is toch niet normaal. En ze ruiken zo lekker. Maar we moeten helaas nog wachten. Zodat we kunnen eten. Jullie lekker? Zitten jullie lekker? Hier, alsjeblieft. Ik heb zojuist eens doekjes, schoonmaakdoekjes binnengekregen. Een vriendin van mij die zei tegen mij dat ik dit echt moest halen. Omdat ik zat te zeiken over dat ik zeg maar moeilijk mijn keuken schoon kreeg. Omdat het zwart hoogglans is. En iedere keer heb je vlekken erop. En toen zei een vriendin van mij, je hebt echt van die wonder schoonmaakdoekjes. Die doe je in blauw water of zo, ik weet niet meer. En dan kun je er echt alles mee reinigen. Nou, ik heb ze binnen. Ik heb ze besteld via een link die zij mij had gestuurd via Instagram. Zij hebben een Instagram pagina. By the way, dit is geen promotie. Dan weten jullie dat. Actie, nu €13. En in zo één pak zitten er 3 in. En ik heb 3 pakken besteld. Eentje voor mijn schoonmoeder, eentje voor mij en eentje voor mijn mama. Een hele goede morgen, jongens. Ik ben 1 dag verder. Vandaag had ik ging net trainen. Maar kijk hoe nat ik ben. Is toch niet normaal? Ik was buiten aan het trainen. Maar het regent zo hard. Maar ik heb voor mijn personal trainer heb ik deze band meegekregen. Zodat ik mijn oefeningen thuis af kan maken. En ik heb dorst. Maar ja, we gaan door. Niet klagen. Het is niet warm. Maar mag niet drinken. Wachten tot vanavond. Dus ja. Nou jongens, wij zijn begonnen met het koken voor de iftar. En mijn lieve man gaat mij vandaag helpen. En hij is... chili nuggets. Aan het maken. En het recept komt van uit de keuken van Fatima. En moest die is vandaag mij aan het assisteren. Moest hij had nooit een voetballer moeten worden. Echt, maar een chefkok. Echt. Hups. Viel die bijna? Hmm. Dan moet je me niet hebben, hè? Nee. Eentje, zo'n mini, die mag jij. En ik ga zo meteen patatbroodjes maken. En ook het recept van Fatima uit de keuken. Dus voor al deze 2 recepten moeten jullie even naar haar website gaan. Ik heb mijn deeg is... al gemaakt, dus hier moet ik ongeveer 40 minuten op wachten. En de vulling, normaal staat er spinazie met feta kaas, maar ik gebruik groene ui met feta kaas. De kruiden en zo moet ik hier nog opdoen. En dit is by the way de feta kaas die ik ga gebruiken. En ik heb nog kufte gemaakt vanmiddag. Die moet ik straks even opwarmen. Deze heb ik met witte brood gemaakt en dit is een recept van mijn moeder. Hier ben ik echt mee opgegroeid. Super lekker. Dus dit komt straks ook op tafel. Pandoroptjes. Wat? Hoe heet dit? Panko. Kunnen deze weg? Ja, dit moet ik allemaal weg doen. Of zullen we nog meer maken? Nee, is genoeg 2, toch? 4, 6, 8, 10, 12, 14. Zoveel Anne en Baba en zo maken? Nee? Je hebt wel veel eten. Ja. Als we een broodje meenemen, is het mee nog meer. Oké, babe. Voeg extra vette kaas erbij toe, want ik vind het te weinig. We maken mosti. Tjajiki. Voor? Bij de mante, want we gaan ook nog mante maken. Huh? Komkommers? Ja, zou ik mini snijden komkommers? Ja, dat dan. Ja? Dat wordt helemaal top. Echt, hè?
op de bank. We gaan nu Fauda kijken. Kijk, dat is Fauda. Dan gaan we even verder met Fauda. Maar wij hebben ook lekker een zak snoep, namelijk deze. En wat zo speciaal is aan deze zak snoep is dat het echt heel veel verschillende soorten snoep heeft, zoals jullie zien. Het komt van Queen of Punt Candy. Dus daar kunnen jullie dit bestellen. En het is halal, dus er zit geen varkensgelatine in. En denk maar bijvoorbeeld aan suikerfeest. Of om lekker aan de kinderen te geven. En nu gaan wij er lekker van eten. Nou, de broodjes waren echt heel lekker gelukt ook. Dus voor die recepten weten jullie al waar jullie moeten zijn. En voor degene die wilt weten waar ik deze pak van heb. Nou, dat is niet te missen. Deze is van Adidas. En altijd als ik deze pak aan heb, wordt mij gevraagd waar ik dit heb gekocht. Gewoon op de website van Adidas. Maar dit is een oude collectie. Dan weten jullie dat. En wij gaan nu lekker verder met Fauda. Echt een aanrader serie. Welke film hadden we gisteren gekeken? Extraction. Extraction. Ja, dat was ook echt een topfilm. Dus we zitten echt elke dag alleen maar films en series te kijken. Ja, wat moet je anders? En gisteren hadden wij Turkse pizza's gemaakt, zoals jullie hadden gezien. Moes, wat vond je van onze Turkse pizza's? Lekker gelukt voor de eerste keer. Ja, was echt normaal, maken we die altijd met mijn schoonmoeder. En ja, nu door de quarantaine hadden we het zelf gemaakt. Maar we hadden het ook echt naar mijn schoonouders gebracht. Tenminste, de kids en Moes hadden het bij hun afgegeven. En ja, het was wel lekker gelukt. Maar natuurlijk niet zo lekker als hoe mijn schoonmoeder ze maakt. Want zij is er echt pro in. Maar ik ben wel echt trots op onszelf. Maar dat is gewoon lekker, toch? Voor de eerste keer. Dat is echt... Ja, zonder mijn schoonmoeder. Dat was niet verkeerd. Nou ja, want normaal we hebben ze wel vaker gemaakt. Ja. Maar nooit alleen. Nee, precies. Nee, het was echt lekker. En by the way, ik heb vandaag huis schoongemaakt met die Pella doekjes. En oh my god, jongens, ik heb zoveel hoogglans in huis en heel veel glas en zo, bla bla bla. Maar ik heb echt nog nooit zo'n wonderdoek gezien. Dus ik belde mijn zus op, mijn moeder en iedereen die ik ken. Om te zeggen van alsjeblieft, schaf het aan, koop het. Want bijvoorbeeld, kijk, hier. Bijvoorbeeld, dit is dus zeg maar glas. En kijk hoe schoon het is. En ja, behalve dit, maar dat is er net op gekomen. Maar dit is dus echt gewoon schoongemaakt door die doek. Dus alleen warm water en dan die doek eroverheen. En echt alle vlekken gaan weg. Het is gewoon niet normaal. Plus deze deur had ik ook met die doek schoongemaakt. Het is zo goed gelukt. Niet normaal. Dus als je heel veel hoogglans in huis hebt en heel veel glas, zeg maar. Of spiegels. Het is echt een aanrader en ik maak echt geen grap. Dus thank me later. En Elif, dankjewel, want door Elif heb ik ze gekocht. Want zij zei tegen mij, je moet ze echt aanschaffen. Wat ik jullie ook nog wil laten zien is dit. Jij let niet op mijn pakketjes AUB. Dit heb ik gisteren gekocht. Deze is dus de dame. En dan heb je ook nog de koning. Het is helemaal van hout. Met goud erin. Ik vind ze zo mooi. Ik weet nog niet waar ik ze ga hangen. Maar ik kon ze gewoon niet laten liggen. Ik had zoiets van ja. Ik moet ze gewoon meenemen. En ik zie wel wat ik ermee ga doen. Misschien in mijn nieuwe zaak binnenkort. Of misschien hier ergens in huis. Ophangen. En ook misschien leuk om dit te laten zien. Deze heb ik dus gisteren ook gekocht. Dit is van het merk Salt and Pepper. En in mijn woonkamer heb ik alles zeg maar in de kleur zilver. En in mijn keuken heb ik alles met goud. En ik vond dit echt heel leuk. Dus hier ga ik gewoon zout in doen. Zeezout. En hier ga ik gewoon peper in doen. Dus ik heb er twee. Je had ook kleinere formaten. Maar ik dacht, ik koop ze gewoon lekker groot. Kijk hoe cute. Nou, dit plukje hier, jongen, gaat altijd omhoog. Een keer kwam ik ergens lijf en dit plukje stak zo omhoog. En dan zei de mens tegen mij van jouw antenne.
Ik ga soms echt helemaal stuk om mensen. Oh, by the way, ik ben samen met een goede vriend van mij, ben ik een inzamelingsactie gestart voor Somalië. Ja, sorry, ik werd even gebeld tussendoor. Maar ja, ik ben dus een inzamelingsactie gestart. Kijk alsjeblieft op mijn Insta en doe alsjeblieft mee. Iedere cent is gewoon welkom. Want vorig jaar had ik dus samen met een vriend van mij, Dahir, had ik dus ook een inzamelingsactie gestart. Precies hetzelfde. Om voedselpakketten uit te delen voor moeders en kinderen die op kampen wonen in Somalië. Die echt helemaal niks hebben tijdens de Ramadan. En vorig jaar hadden wij meer dan 5000 euro opgehaald. Met, ja, met jullie hulp natuurlijk. Met de hulp van mensen die allemaal hadden gedoneerd. En we zijn er weer mee begonnen. We willen dit jaar ook precies hetzelfde gaan doen. En alle informatie is te vinden op mijn Instagram. Op mijn Insta stories. Dus kijk alsjeblieft op mijn Instagram. Mijn Instagram is gewoon Malika Saimak. En ja, help mee alsjeblieft. Dus wat lach jij dan? Zo lief hoe je dat zegt, help mee. Ja, is toch zo. Ja, is ook zo. Maar goed, bedankt voor het kijken naar deze video. Ja, ons video zoals Mustafa zegt. En ja, duimpjes omhoog. En vergeet niet te abonneren. Bye bye.